We zijn hier neergeplant in wijkcentrum Burghout van den Berg. En ik stel voor dat we hier onze eerste nacht aan doorbrengen. We gaan opnieuw, want we zijn niet geplant. Nee, klopt. We zijn geen bloem. Van harte welkom bij alweer de tweede aflevering van Vierdaagse Magazine. In dit tv-programma volgen wij de komende week de Vierdaagse op de voet. Ja, en dat doen we met onze mobiele Vierdaagse camping, die we overal mee naartoe gaan nemen deze Vierdaagse. En we zijn onder andere aanwezig bij alle voorbereidingen die vandaag nog in volle gang zijn. Zo ga ik straks naar de wedren, waar de lopers hun startbewijs ophalen en waar ook een ontzettend gezellige sfeer is. En wat ga jij zo wel doen? Nou, ik ben eens gaan kijken waar de lopers zo al deze Vierdaagse zullen gaan verblijven. Onder andere natuurlijk hier op de Vierdaagse camping in Lent. Vierdaagse lopers komen vanuit alle kanten naar Nijmegen toe om die Vierdaagse te gaan lopen. Maar ze zullen ook ergens moeten verblijven. Dat kan onder andere hier in Lent op de Vierdaagse camping. Ik ben even heel relaxed hier op de relaxfauteuil van Hans gaan zitten, want zo is het. Je hebt het goed voor elkaar hier op de camping. Ja, mooi hè? Prachtig, ja. Het is hartstikke goed weer. En kies jullie daar bewust voor om op een Vierdaagse camping te gaan staan? Gezellig, al die wandelaars natuurlijk. En je ontmoet steeds weer al meer mensen, ontmoet je eigenlijk die je natuurlijk van die voorgaande keer ontmoet hebt. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus dat schept wel echt een band ook tijdens het lopen, kan ik me zo voorstellen. Ja, tuurlijk. Ja. Hartstikke leuk, ja. Kunnen we even een kijkje nemen wat jullie allemaal in de tent nog hebben staan? Ja, tuurlijk. Prima. Ja. Dan ga ik even weer uit deze relaxstand en dan volg ik jou naar de tent. Ja. Een bouwvakkersradio hebben jullie. Ja, oh, ik zie jullie hebben ook een gastfornuis. Ja, zeker. Ja, hartstikke luxe hoor. En daarvoor bent u mevrouw. U gaat de catering doen. Ik ben voor de catering, inderdaad. Ja. Ik zorg voor alle natjes en droogjes, zeg maar. En de boodschappen halen. En, Want wat staat er zo al op het menu deze Vierdaagse? Nou, vooral wokken. We hebben zo'n schotelbraai en dat een lekker zalmpje erop en gebakken aardappeltjes, macaroni. Blijft wel een beetje krap zo in deze tent en dan s'avonds ook nog een voetenmassage? Dat kan. Als die dat wenst. Ja. Ja. Op deze Vierdaagse camping komen mensen vanuit het hele land. En Anita, ik zag een mooie vlag van FC Groningen op uw caravan hangen. Ja, klopt. Wij zijn, mijn man en ik ook, maar mijn man niet zo groot als ik. Maar ik ben een hele grote fan van FC Groningen. Ja. Maar u bent ook een Vierdaagse loper. Ook. Dit is mijn tweede keer. Dus ik hoop het weer uit te lopen, net als vorig jaar. Je kan nu alles volgen via een Vierwalker-appje. En mijn man kan vanuit huis, hij gaat vanavond weer naar huis, naar Bellingwolde. En dan kan hij thuis gewoon helemaal volgen waar ik ben. Maar even voor alle duidelijkheid. Dus u gaat voor de tweede keer de Vierdaagse lopen. U staat op een camping. Ja. U gaat de Vierdaagse lopen en uw man gaat weer naar huis. U moet alles alleen doen? Ja. Och, dat is heel gezellig. Maar ik ben overdag toch weg. Dus en hij heeft hier helemaal niks. Dus als ik overdag weg ben, ik ben tegen 1:30, 2:00 weer binnen. Dan ga ik douchen, eten. En dan moet je s'avonds weer vroeg naar bed. Anders moet je morgens moet je wel vroeg zijn. Ja. Maar dan moet je wel je eigen prakje koken. 'S Ochtends eigen ontbijtje maken. Nee, dat hoeft niet. Want we hebben hier alles op de camping. De camping hier van de Vierdaagse Lent is gewoon ideaal. Dit is de eerste keer dat ik hier ben. Maar vast niet de laatste keer. Want we zijn er nu achter gekomen. Je hebt het eten hier goed. Warm eten. Je hebt 's morgens in alle vroegte al een ontbijtje. Croissantjes met koffie. Dus je hoeft hier eigenlijk, ik hoef hier niks te doen. Ja, er zijn vele manieren hoe je hier de Vierdaagse kunt overnachten. Daarvoor zou je in een hotel kunnen gaan, je zou in een gastgezin kunnen gaan. Sommige mensen staan op de camping met een caravan, maar u heeft ervoor gekozen om echt in een tent op deze camping te gaan staan. Ja, inderdaad. Ik vind het heerlijk, lekkere buitenlucht en gewoon even afzonderlijk, weet je wel. Je zit de hele dag onder de mensen en dan kan ik ervoor kiezen om met de buren in één caravan te gaan. Maar ik vind het gewoon heel erg prettig om even mijn eigen plekje te hebben en dat gaat met dit prima lukken. Ja, want ik begrijp dat u die Vierdaagse dan ook niet gaat lopen. U gaat gewoon lekker supporten en lekker genieten van de feesten. Nou, dat heb je niet goed begrepen, want ik ga hem wel lopen. Ja. Ik ga hem zelf lopen, 40 kilometer dus. En is dit de eerste keer dat u hem gaat lopen? Nee, de derde keer. Wat maakt dat u ieder jaar weer terugkomt? Feest, sfeer, kan je niet beschrijven. Dat kan je niet, mensen die het niet gelopen hebben, ze zeggen wel van we volgen het op tv, het ziet er allemaal geweldig uit, maar je moet er echt tussen zitten. Ook al zit je er helemaal doorheen, je wordt gewoon gedragen door die mensen die aan de kanten staan en feesten en van alles en nog wat aanbieden. En ja, het is gewoon feest. Vierdaagse lopers van buiten de stad slapen niet alleen op campings, maar ook bijvoorbeeld in buurtcentra. Onder andere in het buurtcentrum Burghart in Bottendaal.
Jullie slapen hier met 6 man op een kamer. Ja. Met wie liggen jullie hier? Met collega's. Of ex-collega's. Of onderofficieren, officieren. En ook soldaten en korporaals. Dus de rang maakt niets meer uit. En hoe is dat dan? Dan liggen jullie met z'n allen hier op een kamer. Jullie komen terug van een lange dag wandelen. Hoe gaat dat dan? Dan ga je douchen. Ga je even op bed leggen. Gaan we eten boven. De eetzaal, gezamenlijk. En dan is het, gaat het erbij. Die gaan s'avonds nog even een stadje pakken. En wij gaan s'avonds een pilsje drinken. En op tijd naar bed. Hoe bevalt deze slaapplek hier? Nou, prima. Als je kijkt van... Ja, ook wat de kosten betreft en wat de collegialiteit van de mensen. Het zijn over het algemeen allemaal ex-defensie personeel. En dan is het een soort reunie eigenlijk. Hoe is de sfeer dan onderling? Perfect. Maar goed, daar zijn we gewend. Hè. We zijn gewend om toezamen eigenlijk op te trekken. Dus dat is nooit een probleem. Wat is jouw taak hier deze week? Mijn taak is om morgen beginnen we hier met de vierdaagse week. En ik doe dit al... paar jaren al. En ik vind het hartstikke leuk. En wat ik morgen ga doen is namelijk een beetje vroeg opstaan voor de wandelaars. En een lekkere ontbijtje voor hun klaarmaken. Vooral de koffie en zo. Dat de wandelaars met plezier kunnen gaan wandelen. U loopt niet mee, maar u moet wel heel hard werken deze week, hoor ik zo. Hoe vindt u dat om te doen? Nou, ik vind, ik loop niet mee, maar ik loop wel veel hier. Dus hoe dan ook, loop ik toch. Maar ik doe het met plezier. En dan na zo'n dag wandelen liggen jullie met een aantal mensen in een slaapzaal. Hoe is dat? Heel gezellig. Nee, als we terugkomen hier, gaan we eerst lekker douchen. Dan kun je even omkleden. Je kunt hier gezellig happy hour doen met uitstekend personeel wat hier is. Heel vriendelijk en behulpzaam. En dan gaan we eten. En kun je nog voor die tijd of na die tijd regelen dat de masseur, dat je daar even langs geweest bent voor de volgende dag weer. En hoe is het dan voor u om hier die hele week te zijn in deze sfeer? Nou, ik vermaak mijn best. Ik moet natuurlijk ook een beetje vooroefenen. Als je loopt, dan word je vingers stijf. Hè? Nou ja, en dan heb ik dus als we terugkomen, wat hij nou net zegt, douchen, bijkomen en zo. En dan ga ik wat vingeroefeningen doen. En dan, en om 17:30 dan is happy hour. Dan gaan we dus een borreltje nemen. En om 18:00 wordt er uitstekend met de catering gegeten. En afloop koffie. En dan krijgen we de Tour de France. Hè? Om deze tijd. Dus wat wil je nou meer zeggen? En tussendoor nog even de vierdaagse lopen. Ja, daar zijn we voor gekomen. Ja. Ja, dat even duidelijk is. Ja, nee, laat dat heel duidelijk zijn. We komen voor de vierdaagse. De wedren is de start- en finishlocatie van de Nijmeegse Vierdaagse. Vandaag is de laatste dag dat de lopers een startbewijs op kunnen halen. En wij zijn erbij. Hoe is het om weer op de wedren te zijn? Ja, dat is gewoon toch elke keer weer een uitdaging en daar hadden we het straks ook al over. Toch weer de spanning, hè, voor hoe zal het morgen gaan, overmorgen. Dus het is toch weer een beetje kriebelen. En hoe is het dan als wandelaar, want morgen gaat het beginnen en om dan nu al hier in die sfeer te zitten? Ja, hartstikke leuk. Dat is gewoon een leuke start. Ja, je hoeft nou nog niks te doen, dus nu kun je nog genieten. En morgen zit je hier ook als je klaar bent. Dan is het afzien, want dan heb je het gehad en dan wil ik een biertje en snel terug douchen en liggen. Maar nu is het nog genieten. Ik hoef niks te doen, dus het is gewoon lekker. Hoe is het dan weer op de wedren te zijn? Morgen gaat het beginnen? Ja, nou goed. Het is qua weer hetzelfde als 5 jaar geleden. 2009 was de eerste keer. En ik had toen gezegd, ik doe het nooit meer. Maar na 5 jaar ben je de blaren vergeten en zegt iemand ik ga lopen. Zeg, nou ga ik mee. Dus super. Ja. Ben jij zenuwachtig voor morgen? Nee, want ik weet wat er komen gaat. Jij hebt al eerder meegelopen. Juist, en zeker bij de 50. Ik heb goede herinneringen, maar ook mindere herinneringen. En de mindere herinneringen gaan meer naar de laatste dag. En hoe is het dan om nu hier weer te zijn? Goed, vertrouwd. En enigszins ook met kippenvel. En wat is dat kippenvel dan? Weten de prestatie die je moet leveren. En ik weet ook weer dat ik mijn eigen ga tegenkomen. Je gaat door een grens heen en dat vind ik heel bijzonder. En hoe doe je dat wanneer je loopt? Als je merkt dat je tegen je eigen grens aanloopt, wat maakt dan dat je daar doorheen gaat of overheen gaat? Voor mij is het de wil. Ik wil mijn eigen
Ik wil over door mijn eigen muren heen gaan. En dat vind ik mooi. U bent in klederdracht. Waarom heeft u daarvoor gekozen? Zomaar. Ik vond het leuk om te gaan doen. En ik doe het voor de lol. En u bent doof. Loopt uw tolk ook met u mee? De tolk gaat een klein stukje meelopen. En hoe is dat? Dat hij meeloopt? Ja, geweldig. Dat vind ik heel fijn. Jij gaat voor de eerste keer de Vierdaagse meelopen en nu ben je hier op de wedrennen. Hoe is dat? Ja, super bijzonder. Zijn er nog nooit geweest. Eerste keer ook in Nijmegen. En dan kom je hier aan, het bomvol, heel Nijmegen op zijn kop. En morgen gaat het gebeuren. Ja, en hoe kijk je tegen morgen aan? Ja, ik vind het wel spannend. We gaan het zien. We hebben wel getraind, maar nog nooit 50 gelopen. Dus het wordt denk ik wel zwaar, maar gewoon doorlopen. U staat hier startbewijzen uit te delen. Ja. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, goed. Het gaat goed. Het gaat best een hele hoop wandelaars al gehad. Dus het gaat naar tevredenheid. Dus we hebben geen rijen gelukkig voor de wandelaars. Wandelaars komen aan. Die hebben een brief bij hun waar een barcode op staat. Die scannen wij. Vervolgens scannen wij de polsband. En die geven we aan de wandelaars samen met de controlekaart voor de eerste dag. En een tasje met boodschappen. En een dropje. En een dropje. Ja, een dropje. Ja. Ja. En waarom vindt u het leuk om te doen? Dat is gewoon leuk, het contact met de wandelaars. Dat is gewoon hartstikke leuk om te doen. Dus daarom doe ik het al die jaren al. Dus, ja. En hoe vindt u het om de Nijmeegse Vierdaagse dan te lopen? Ja, dat is iets aparts. Dat heb je nergens anders. Kunt u dat uitleggen? Wat is dat aparte aan de Nijmeegse Vierdaagse? De massaliteit interesseert me niks. Het gaat mij gewoon om het lopen. En om hetgene wat je ziet om je heen. U heeft twee knieprotheses. Hoe is het om dan de Vierdaagse te lopen? Nou, het was een soort gewoonte. Ik vroeg in de tijd aan de oncoloog van wat is de revalidatietijd? En toen zei hij normaal is het een jaar, twee jaar. Sommige mensen langer, maar bij jou 6 weken. En waarom? U bent een doorzetter? Dat zal er ook wel in zitten. Maar conditie. Ik heb geen meter getraind. Jullie gaan dit jaar samen lopen. Wat zijn jullie verwachtingen daarvan? In ieder geval heel veel mooi weer. Heel veel mensen, want voor mij is het de eerste keer. Is dat nou spannend, zo'n eerste keer meelopen? Tuurlijk. Ja, vind ik wel. Maar ja, aan de andere kant, ik zie het zo vaak op televisie. Dus een beetje een indruk heb je al wel gemaakt. Maar als je er dan werkelijk bij bent, dan is het toch wel heel anders. En hoe vind jij het om hier op de wedren te zijn? Zo indrukwekkend, iedere keer weer. Het is de tweede keer nou voor mij, maar... Ik vind het zo indrukwekkend, al die mensen, de muziek, de vrolijkheid. Dat je zo bij hoort, vind ik helemaal fantastisch. Ja, echt helemaal fantastisch. En als je dan hier bent, krijgt u dan ook extra veel zin in morgen? Ja, echt. Ja, dat geeft zoveel moed. Ja, echt. Dan heb je gewoon zin om te beginnen. Hier op de wedren staan ook allerlei kraampjes waar wandelaars en bezoekers wat kunnen kopen. Onze verslaggeefster Meerte gaat een dagje meehelpen. Als je de Vierdaagse gaat wandelen, is het natuurlijk ontzettend belangrijk... dat je goede schoenen hebt, toch? Ja, dat klopt. Zou ik even mee mogen kijken wat zo'n schoenverkoper nou op zo'n dag doet? Jawel, geen probleem. We hebben hier een ervaren wandelaar die voor ons het merk Hightech ook de producten promoot. Ja. Dus in eerste instantie beginnen we de maat goed op te nemen. En te vragen van wat voor heuvelachtig terrein of plat Nederlands terrein ga je wandelen. Er zijn natuurlijk ook mensen die naar het buitenland gaan en in Oostenrijk wandelen. Die hebben weer een ander product nodig als een A-categorie schoen die wij in deze stand verkopen. Okay, en u zegt ervaren wandelaar. Hoeveelste keer is het dat u de Vierdaagse wandelt? De Vierdaagse 11 keer pas. En wat is volgens u het belangrijkste van een goede schoen om op te wandelen? Dus belangrijk is de maat, soepelheid en gewoon een goede, degelijke schoen. Waar je moet je naar een winkel gaan waar je echt goed advies voor krijgt. Nou, dan ga ik mijn eigen schoenen uittrekken. En dan ben ik benieuwd hoe ze zitten. Als je zelf nou zo'n schoen aantrekt, wat is belangrijk om, ja, wat je voelt? Wat is belangrijk om daarop mee op te letten? Hij moet in principe gelijk al lekker zitten. Oké. Okay.
dat loopt aardig goed, moet ik zeggen. Ik denk dat ik hier wel een vierdaagse op zou kunnen lopen. Praat over Nijmeegse vierdaagse, moet je minimaal een dagje meelopen. Een dagje meelopen? Ik ga erover nadenken. En dan kom ik bij uw schoenen halen. Veel succes. Dankjewel. Zometeen gaat hier iets zeer spectaculairs gebeuren. 35 soldaten zullen hier landen met een grote helikopter van Defensie om zo hun entree te maken op Heumensoord. Nou, wat we hebben gedaan, we hebben een vliegtraining in Schaarsbergen. Waarin we, doen we bijna iedere week wel, waarin de helikopterbemanning wordt getraind, waarin eigen mensen worden getraind. We hebben vandaag zeg maar, in de training een deel van de training hier kunnen doen. Dus wat is net gebeurd, er is een detachement ingevlogen van mijn eigen eenheid, 35 man, samen met een uitrusting. Want die zijn hier uitgestapt, die zijn nu richting Heumensoord en we gaan van de week met die 35 mensen lopen. En die militairen, waar komen die precies vandaan? Van de 11e Luchtmobiele Brigade. Wij ondersteunen zeg maar, de eenheden op het moment dat ze oefenen, de luchtmobiele eenheden op het moment dat ze worden ingezet. Het zijn allemaal logistieke tijgers, zeg maar. Ja. En die uitrusting, dat zat in dat net onder de helikopter, wat zat daar precies in? Ja, in het net zat nu, in zo'n net kun je van alles stoppen natuurlijk, maar nu zaten daar de rugzak in van de militairen die deze week, dus de rugzak die mee moet deze week. Ja, en ik zag ze snel de helikopter uitkomen en direct marcheren ze richting Heumensoord. Wat staat er nu te wachten? Nou, wat we nu gaan doen, iedereen krijgt zijn bedje zometeen. Dan gaan we uitleggen hoe dat kamp allemaal werkt. We zijn best wel met veel mensen, dus we moeten nog wat afspraken maken voor deze week. Dan vanmiddag gaan we spullen netjes in orde maken. En dan is er de rest van de dag wel tijd om of naar Nijmegen te gaan of op Heumensoord een beetje rond te kijken. Dat hoort er ook bij. Ja, dus de rest van de dag maken we het wel gezellig. En morgen gaan we serieus aan het werk. Elke dag spreken we met de voorzitter van Stichting de Vierdaagse. Beter bekend als de Marsleider. Dit is zijn 7e jaar. En elk jaar is het weer spannend of alles op tijd afkomt. Morgen gaan we dan ook echt beginnen, de dag van Elst. Wat is precies uw taak morgen? Nou, ik roep wel eens iets van management by walking around. Maar dat is een beetje gekscherend. Weet je, ik begin hier om 4 uur natuurlijk, want het startschot moet klinken. En als de wandelaars onderweg zijn, dan ga ik ook onderweg. En dan ga ik links en rechts langs de route eens even kijken hoe het allemaal gaat. Of het allemaal in goede orde verloopt. Nou, geeft u al aan, van u gaat zelf langs de route kijken of alles goed verloopt. Zijn er nieuwigheden in de eerste dag te benoemen? Nee, niet echt. Niet echt. We hebben eigenlijk in de hele vierdaagse... laat ik zeggen, parcourstechnisch geen nieuwigheden. We hebben wat moeten shuffelen met die S100 die nu hier door de stad loopt. En sommige oude parcoursdelen kunnen we dus niet meer opkomen. Scheidingsweg, Grootsalslaan. Dus daar hebben we wat voor moeten omleggen. Kunt u ze nog iets meegeven voor die eerste dag van Elst als tip of advies voordat ze aan deze start verschijnen? Neem er rustig de tijd voor. Je hebt de hele dag de tijd. Geniet van wat er om je heen gebeurt. En als het wat warmer wordt... Het is mooi weer voorspeld. Eind van de week wordt het zelfs nog wat warmer. Wees verstandig. Zet even een petje op. Zorg dat je genoeg te drinken bij je hebt. Dat soort dingen. En geniet gewoon van die vierdaagse. Want het is nu maandag. Voor je het weet ben je weer thuis. Dan moet je er weer een jaar op wachten. Ook burgemeester Bruls kijkt met volle moed tegen deze week aan. Maar is hij en de hele gemeente er wel klaar voor? Ja, zeker. We hebben ons er weer helemaal op verheugd. En ik vind zelf altijd de week voorafgaande aan de Vierdaagse. Dan voel je die kriebels opkomen. Dan zie je al her en der wat werkzaamheden beginnen. Maar ik vind het toch ongelooflijk als ik nu weer over de wedtrend kijk. Hoe eigenlijk in 1-2 dagen tijd die stad helemaal wordt overgenomen. Door wandelaars, begeleiders en natuurlijk diegenen die bij onze mooie feesten afkomen. Nou, precies, het is nogal wat. Nijmegen is op dit moment heel erg booming. Ik kan me voorstellen dat er dan voor u toch een grote taak ligt als burgemeester. Nou ja, kijk, dit is voor mij altijd een week waar de feestvreugde overheerst. Maar je moet natuurlijk ook voorbereid zijn op erge dingen die kunnen overkomen. Daar hebben we natuurlijk verleden ook mee gemaakt. Dus ik heb altijd zoiets van, laat het maar beginnen. En als het helemaal loopt, dan zit je erin. Maar ik ben ook wel vrijdagavond, nou wat zullen we zeggen, uur of 1-2 s'nachts. Als ik dan hoor van politie, nou het is allemaal weer oké gaan, ook weer opgelucht. Ook in Elst hebben we het op dit moment ontzettend getroffen met het weer. Nu we hier al een aantal dagen voor de Vierdaagse aan het kijken zijn wat er hier precies allemaal gaat gebeuren. Ik heb een afspraak met Angelica en als het goed is staat ze op mij te wachten. Ik ga even aankloppen hier bij het gemeentehuis in Elst. Ja,
Ja, goedemiddag. Nou, we hebben het mooie weer meegenomen uit Nijmegen. Ja, ik zie het. En het is zelfs zo dat er een aantal mensen hier op het gemeentehuis een ontbijt aangeboden krijgen. Klopt. Mensen, dit jaar zijn de mensen uitgenodigd van de dorpsraden en de wijkplatforms. En mensen die maatschappelijk actief zijn. En die krijgen hier een ontbijt aangeboden. Vanaf 6:30 zijn die welkom. En die krijgen ook traditiegetrouw een bekertje bol aangeboden. Ja. Die komt dan weer van de plaatselijke groenteman. Die komt van de plaatselijke groenteman, Wiebe van de Bos. Ja. Nou, dan gaan we zo zeker nog even een kijkje nemen. Kunt u een beetje aangeven waar het hier op het plein allemaal te doen is? Ja, nou hier wordt het dus een drukke bedoeling. Want hier komen maandagochtend gaan ze hier allemaal tenten opbouwen. Ja. Dat komt eigenlijk voor het gemeentehuis te staan. Voor het gemeentehuis, hier voor het bordes. En eigenlijk tot aan de hoek. Daar komt de tent van de genodigden. Hier komt de koffietent voor de genodigden. En daar komt de koffietent. Aan de overkant hebben we een hele grote partysol staan, waar allemaal tafeltjes en stoeltjes onder staan. Het is echt een beetje een terras. En dan aan de zijkant komt ook weer een podium te staan, waar door de Vierdaagse een orkest wordt aangeboden die dan gaat optreden. Ja. Dus we kunnen eigenlijk wel concluderen dat de gemeente Elst zich van de meest gastvrije kant laat zien op die dinsdag van de Vierdaagse. Absoluut. En eigenlijk door alle kernen heen zijn de orkesten en mensen enthousiast. En die hebben heel veel plezier in ieder geval. Nou Angelica, dat klinkt fantastisch. Ik zou zeggen heel veel succes met de laatste voorbereidingen. En we komen dinsdag kijken. Nou, je bent van harte uitgenodigd. Dankjewel. Perfect. En als u ook wilt kijken, dan zou ik zeggen morgen kunt u weer bij N1 alles meemaken wat betreft de belevingen hier in Elst. De bol die de gemeente Elst aan alle wandelaars aanbiedt, die wordt hier achter mij gemaakt. En ik ben benieuwd wat er allemaal in zit. Ik ga even kijken. Hallo. Wij waren net hier bij uw overburen van de gemeente Elst. En die vertelden dat er op de dag van Elst, hè, de dinsdag van de Vierdaagse, een heerlijke bol wordt aangeboden. Ja, dat klopt. En die wordt hier gemaakt. Die wordt hier gemaakt, inderdaad. Ja. En dan zijn wij ontzettend benieuwd wat er dan precies allemaal in die bol zit. Het geheim van de smid, zeggen we dan altijd. Hè? Ja. Er gaat heel veel regionaal fruit in. En uiteraard ook wat blikfruit. Ja, en wanneer beginnen jullie met de voorbereiding van die bol? Dat is nu al aan de gang. Nu al wordt de voorraad aangelegd. Maar de verse dingen, dat komen echt op de laatste dag. En voor hoeveel liter bol gaat hier dan door? In liters weet ik het niet precies, maar wij maken het en dan vervoeren we het in koelboxen. En dat zijn 5 à 6 koelboxen vol. Dus dat wordt een hoop appelschillen, sinaasappelspellen, wat al niet meer de komende dagen. Ja, precies. Ja. Nou, ja. Heel veel succes daarmee. Nou, dankjewel. Ja. En tot zover deze tweede aflevering van het Vierdaagse Magazine. Wij gaan hier zo lekker slapen in het wijkcentrum Burgerhart van den Berg. En dan worden we hopelijk morgen uitgerust wakker, want morgen hebben we een hele drukke dag. De Vierdaagse gaat officieel van start en wij zijn onder andere in Bemmel en Elst. Ja, precies. En ik ga de lopers weer opvangen uiteindelijk daar op de wedren als ze binnenkomen op hun eerste loopdag. Denise, ik zou zeggen, slaap lekker. Slaap lekker en tot morgen.